Yo mafketels, mijn naam is Stijn en leuk dat je kijkt naar deze eerste 2018 video. Meteen een superleuk iets, want mensen, we hebben de 4000 abonnees gehaald. Enorm bedankt voor het abonneren en ja, ik bedoel, dat kan alleen maar beter worden, toch? Ligt het blok hier nog steeds uit op kaar. Een krat vol met onderdelen wat mijn hele blok weer moet worden erbij ingegooid. En gaan wij nu richting iemand die ik ken die dus samen met mij het blok in elkaar gaat zetten. Beam! Ja. Goed. In deze video dus eigenlijk deel 2 van het reviseren, slash monteren, slash tunen van het blok van de NSR. En jongen, we beginnen eventjes bij wat is er nou eigenlijk van binnen veranderd aan het blok. Nice jongens, oprecht nice dat jullie er zijn. Ja, heel veel, het was mal. Kijk hoe vet dit is. We zouden er even op kunnen. Smeren op de auto. Het is nat hier. Nee, you don't say. Echt? Ah, hier, kijk dan. Helemaal perfect. Hier, ook nog eens met dubbel camera shot. Och man, dit is toch helemaal oh god. Hey, maar kijk, de video kan ook gewoon heel normaal en relaxed zijn. Dus we gaan deze bad boy er even uittrekken en dan gaan we kijken hoe hard hij loopt. Oké. God, die kickstart. Ik kan niet gaan hangen, want die kickstart pleurt eruit. Johnny, that really hurt. Ja, sorry.
times, you don't say goodbye once. You say goodbye over and over again. Sometimes, sometimes you're a... Maar als je een glas melk drinkt, ga je dan sneller fietsen of hoger springen? Melk is gewoon melk. Iets dat door geen fabriek in de wereld gemaakt kan worden. Kijk, en dan moet je dus hierachter moet je naar binnen om op de rollenbank te moeten. Wat de fuck ruik hier voor brand, joh? Komt een agent aan. Die vervolgens niks doet. Are you fucking kidding me right now? Are you kidding me? Oh, you've got to be kidding me. Kom op. Kom op. What the fuck? Het is de Jordi. Ik dacht, au. Nou, leuk, ja. Leuk dat je er bent. Ja. Yeah. Ga vast naar huis. Ik kom helemaal aan. Man, de myth, de legend. Daar hij komt. Ziet hem zitten op dat ding, geweldig. 120, op zijn minst 120 op jezelf. Ja. Nee. Het houdt niet op, niet vanzelf. Shut up! Dus ik ben maar doorgereden naar Mark met de gedachte dat het vast wel goed zou komen. Want ja, de man is immers in dit soort dingen, zijn vakgebied, een legend. Zo, hij doet zelf ook wat, jongens. Van ons aan het werk zetten, die mannen. Unieke beelden. En daarom gaan we vandaag dus AliExpress pakketjes openen. Geloof het of niet? Beam! Op de badslippen gaan. Ja, en dat geprobeerd op badslippers.
Ja mensen, nummer 46 als startnummer op een Honda NSR. Het kan bijna niet beter. Dat is goed, dan ben jij jouw film weer, gek. Tuurlijk. Geniaal. Ga je er mee? Hè? Die kant in, hè? En dan kun je natuurlijk als je hem achterop erop klikt, kun je waarschijnlijk je wiel ook losdraaien. Dat was natuurlijk mijn intentie ook. En dan kun je makkelijker sleutelen zowel links als rechts, want hij staat eenmaal recht. En toen ik hem er eenmaal op had staan en ik hem rond ging draaien... Ja... Zo, daar ging de bom. Ik zie het jongens. God damn. Check dit. Navigatie invoeren naar Vaassen. Wat? Navigeren. Wat? Navigeren naar Vaassen. Nee, met je telefoon. Oh, navigeren. Ja. Navigatie aanzetten. Ja. Yeah.
genoeg, hè? Ja, welke mooi. Generaal van de Heidelaan 28, zoek hem op. Dit is een echte volgens mij, Xingden. Ja, want wanneer is nou eigenlijk dat hij niet meer vonkt, hè? Want dat was me nog die eigenlijk... Die ontsteking... Dat is toch prachtig, waar je dan zelf één keer zegt, kom ik doe een meeting. En dan zoveel gasten komen opdagen. En space has no limits. One man must use a unique gift. To find his way. Through a world of magic. Ik rijd echt niet harder dan pak een breed 70. Wat? Ging er wel compressie? Oh. De zuiger staat vast. We zijn weer terug bij z'n tweeën. En we zijn op een locatie die jullie eerder ook al hebben gezien. En daar gaan we nog eens even een keertje goed rondkijken. Hè? Ik kan hier wonen, oké. Okay. Nou, dit is het nieuwe huis van Mark. De deur is daar. Eén probleem, je mag niet naar binnen. Hoi, ik ben Joey Bikelife en dit is mijn Zip 125. Maar dit is diezelfde als die we net zagen. Zes renders. Het past gewoon niet. Gewoon naast. Nee, het past niet. Hey, dan heb je wel altijd warm als het winter is. Beverwarm. Ja.
Deze klinkt leuk hoor. En ja, vanaf dit moment denk ik dat je wel kan verwachten dat de meeting soort van afgelast is. Je ziet gelukkig dat mensen gelijk ingrijpen. Ik kom hier nu met de brommer en nadat Nancy langs mij rent, blokkeer ik de weg. Want ja, liever dat mijn brommer dan stuk gaat, dat er nog iemand wordt aangereden. Voor de rest heb ik nog een beetje film van hoe het hier aan toe ging. Is de ambulance niet opgebeld? Ja, die jongen heeft hem aan de lijn. Alleen die bent niet bij zin, hè? Nee, tuurlijk niet. Mijn naam is Pascal, kom ik Uden, 43 jaar. Sinds 5 jaar helemaal verzot op de brommer die ik eigenlijk vroeger heb gehad, de Honda MB.
Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is de giveaway video en daarom ben ik hier samen met Joep. Joep en Joep is... Oh, we hebben fucking veel tegenlicht. Ik ga even aan de andere kant van jou staan. Zo. Ja, daarom ben ik hier dus met Joep. Hoi. En ja, Joep gaat het blok dus nu komen ophalen. En bovendien gaan wij eventjes het hele blok afmonteren. Zo, mensen. En dan tot zover is het blokje compleet. Top. Wat ga je nou doen dan? Zorgen dat je gasreactie wat sneller wordt. Zorgen dat je meer toeren kan maken. Dat je iets meer snelheid gebruikt. Hallo, ik ben Rick, ik ben 26 jaar oud. Ik heb een Yamaha R1 uit 1998. Dus, we zijn op het screen en we hebben onze mediapassen. En we gaan nu naar het Media Center voor hesjes. Tijd voor een nieuwe helm. En daarom heb ik dus samen met voordeelhelmen.nl deze awesome shark helm gefixt.
5 schaft. En hij heeft een hele dikke Cupra Leon TCR. I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gonna challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it a one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ay. 800 meter. Wat naar 800 meter? Nou mensen, dit is ziek, hé. Oh, man. Soms dan heb je gewoon even zoiets van, hoe ga ik dit oplossen? En dan, ja, dan vind je de oplossing. En dit is echt precies op zo'n Stijn-stijl. Echt weer typisch mafketels. Hoppa, boete, jee. Hij loopt hard. Ja, dat weet ik ja.